Annelien, we zijn hier vanavond op Bal de Zoet in Knokke. Wat is jouw taak vanavond hier? Wel, wij zijn hier te gast en we lopen straks een modeshow voor Veruna. Ik ken de partner van ons eigenlijk, een van onze belangrijkste partners. En daarna ook voor Chris Janssens, die ons ook onze kleedjes gesponsord heeft. Dus we gaan er een leuke avond van maken. En dat is jij met al de modellen die modeshow gaat lopen? Ik samen met de finalisten. Dus een van de finalisten wordt op 24 september mijn opvolgster. Ik wens je alvast heel veel succes met de modeshow. En wat kunnen we vanavond nog verwachten, denk je? Is het de eerste keer dat je hier bent? Het is de eerste keer, maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik heb er heel veel over gehoord. Er was heel veel reclame gemaakt op Miss-items. Ik verwacht heel veel mensen uit de Miss en Mister-wereld. Dus het wordt gegarandeerd een groot feest. Speciaal Limburg naar hier gekomen. Wat brengt jou hier? Oh, ik was eigenlijk eens heel benieuwd. Ze doen daar heel groot over, Bal de Zoet. Dus ik was echt ontzettend benieuwd wat het nu eigenlijk was. En wat verwacht je van de avond? Glitter, glamour, BV's, belangrijke mensen, eigenlijk heel veel. Ja. Ben je vanavond om te feesten of heb je nog een andere taak vanavond? Oh, ik ben hier eigenlijk een beetje om de mensen te bezichtigen, om alles zo eens uit de hoek te kijken, zeg maar. Ja. Ik wens je een hele fijne avond, Priscilla. Dank je wel. Dank je wel. Hi Charlotte, we are this evening in Bal de Zoet in Knokke. Do you like this party? I think it's an amazing party. It's your first time here? It's my first time here, but I love it. I love the music, I love the crowd. It's a special night. And why do you wearing a crown? Somebody gave it to me, actually, but... Okay. I'm not a miss or anything, but... As there are a lot of misses here and misters, I thought it might be appropriate to wear it. It's really beautiful. And what do you expect from the evening? Well, I want a nice evening, good music, nice people, and a good party. Try to keep up with me, cause I can give you some. All the love you need, I give you such a rush. Baby, step up your game, keep up with my pace. Girl, I know that you want it, don't hesitate. I want you behind my bedroom doors. Ready or not, we're about to speed up. I'm loving you, girl. I want you behind my bedroom doors. Ready or not, we're about to speed up. Jeremy, bij Mr. Belgium Style. Goedenavond. Ik ben vanavond hier op Bal de Zoet. Wat is jouw taak hier? Wel, mijn taak is eigenlijk om mij te laten zien met heel onze groep van Mr. Belgium Style. We zijn eigenlijk net begonnen met onze campagne en het zal lopen tot in december. Dus dit is een van onze eerste evenementen en we zijn heel blij om hier te zijn natuurlijk. Jullie doen ook nog een modeshow vanavond? Vanavond niet, maar die zullen waarschijnlijk nog wel komen in de komende maanden. Dit is jouw eerste keer op Bal de Zoet of ben je vorig jaar ook al geweest? Dit is mijn eerste keer en ik moet zeggen, ik ben heel blij dat ik zo lang heb moeten wachten, want het is echt de moeite waard. Wat verwacht je nog van de avond? Ik verwacht vooral plezier, mensen leren kennen en ook een beetje promotie natuurlijk voor Mr. Belgian Style.
jij bent het gezicht van Bal de Zoete. Wat betekent Bal de Zoete voor jou? Het is eerst en vooral de allereerste keer dat ik naar het Bal van Zoete kom. En het is echt geweldig. Heel groot, heel veel drank, heel veel mooie vrouwen, mooie mannen ook. En heel veel dingen te doen. Je kan hier namelijk ook shisha roken. Er is ook een zwembad aangelegd. Echt heel gek. Leuke muziek. Mijn vrienden zijn er ook bij. Dus voor mij betekent het gewoon een leuke avond onder vrienden. Wat kunnen we verwachten van de avond nog? Is er wel een modeshow gehad? Misschien nog iets anders? Optredens? Of? Ik weet eigenlijk niet heel goed wat er op de planning staat. Ik ben eigenlijk zelf benieuwd. Ik heb hier daarnet inderdaad een lingerie-defilé gezien. Heel mooi, met heel mooie meisjes van Miss Exclusive, denk ik. En ik ben heel benieuwd naar wat er nog zal komen. Ja. En jij bent het gezicht van Bal de Zoete. Wat houdt dat precies in? Moet jij nog iets doen vanavond? Of wat is jouw taak precies? Ja, dus ze hebben mij inderdaad gebeld om op de cover, dus eigenlijk als foto, voor de flyer van Bal van Zoete. En ja, verder hebben ze mij gewoon gevraagd om hier aanwezig te zijn met de fans op de foto. Een interviewtje afnemen met jou, Debbie. Verder niet heel speciaals, nee.